Hoi, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag ben ik met Isabel en we hebben weer eens een mukbang voor de verandering. We hebben eten gehad bij Easy. Ik weet niet of sommigen van jullie dit kennen, maar we hebben noodles en we hebben hier een lekkere wrap, maar ze hebben ook pokeballs. We hebben een beetje die richting eten. En we wilden iets gezonder als McDonald's of iets, dus we dachten... Een keer wat anders. Ja, we gaan noodles halen. Dus we hebben heel erg lekker udon noodles en we hebben hier een wrap met kip. Ja, dus, het lijkt wel gesponsord zo, maar het is niet gesponsord. Ja, het is niet gesponsord, maar het ziet er gewoon even leuk uit. Ja. Voordat we beginnen met de video, vergeet zeker niet een blauw duimpje omhoog te geven. Vergeet niet om mijn kanaal te abonneren en ons te checken op Instagram. Dat staat hier in beeld. En dan gaan we gaan lekker beginnen. Ja. Oh, er zit plakband op. Oh, bij mij staat het niet. Oh. Er zit echt van alles in. Ik had, maar ik weet niet wat dit is. Bok choy. Dat heb je niet gekozen. Ik bedoel, token. Nee, bosui. Is het? Oh, nou ja, er zit er van alles in. Biefstuk, ui, tauge. Het ziet er gewoon fabulous uit. Het is echt... Oh, het is echt wel heel warm hoor. Er wordt gebeld door iemand. Maastricht, Limburg. We hebben met teriyaki saus. Ja, biefstuk. We hebben hier nog gebakken uitjes. Oeh. Dat we er overheen kunnen doen. En we gaan de stokjes eten. Ja. Oh... Wajo, het is gewoon... Oh, maar het is gewoon niet goed gemixt. Nee. Jij hebt met broccoli, dat heb ik niet. Ja, dit is gewoon een stuk bosui, denk ik. Ja. Nou, ik voor mijn gevoel zie ik er niet uit. Ik ook niet. Het zijn zo... Nou, eet smakelijk. Eet smakelijk. Oh mijn god. Het is wel heel plakkerig. Heel erg. Ik doe mijn haar van achter, jongens, want... Heel veel saus. Ja, lekker. Heel lekker. Ik hou van saus. Ik ook. Ah. Oh. Dit is goeie. Mm-hmm. Wauw. Vorige keer was hij bij mij wel lekkerder. Ja? Ik zeggen. Ja. Wat had je toen anders dan? Nee, deze noedels zijn heel plakkerig. Weet je dat vorige keer niet? Nee. Mm. Maar alsnog is het lekker. Ik hou er echt van. Ik ook. Ik hou er echt van. Ik heb die ruikt smaakt zelfs naar vis. Vis? Ja. Oh, jij met je vis altijd. Mmm. Mmm, ja. Lekker. Nou. We hebben dus met biefstuk, ik heb met champignon. Bosui. Ui. Tauge, Chinese kool heb ik. Oh ja. Oh, dat was bijna heel bang. Oh ja. Lekker man. Heel lekker is dit, jongens. Volgens mij zit dit door heel Nederland. Ja? Volgens mij wel. Ze hebben het in Leiden ook. Ja, lekker. In ieder geval niet in elke stad zit het hoor, maar ze hebben wel meerdere vestigingen. Ja. Goed, hè? Ja. Een keer wat anders. Inderdaad. Echt lekker, joh. Oké. Liever goede seks en geen romantiek, of slechte seks en veel romantiek in je relatie? Dat is lastig, want seks kan ook heel romantisch zijn. Ja, ik denk als je goede seks hebt, dan is dat ook al romantiek. Nou, maar ik denk als je met romantiek bedoel dat je echt gewoon dat je van die lieve dingetjes doet en dan maar niet goede seks, ja. Of dat hij bijvoorbeeld mee het eten neemt, dat je naar een hotel gaat en allemaal dat soort dingen. Ja, ja. Maar als je slechte seks hebt, dan... Dan is er eigenlijk geen romantiek. Dan is er geen romantiek. Dan, nee. Want als het slecht is, dan voel je je niet... Goed of zo. No! God. Ik denk dat je dan juist dat romantisch gevoel mist, denk ja, ik. Ja, dat denk ik ook. Dus inderdaad dat. Ik heb nu al gesnurkt. Hoe? Gesnurkt. Gesnurkt. Oh, dit is zo lekker. Mm. Geweldig. Ik ben echt benieuwd of mensen het lekker vinden naar te kijken. Ja. Vraag me ook af. Wat word ik rapproof aan? Ze
zit saus op. Even kijken. Er zit van alles. Oeh, sesamsaus. Ja, ziet er heel lekker uit. Dit is de wrap. Heel veel groente, maar wel lekker, denk ik. Ja, ik denk het. Dit is echt wel een goede wrap voor je, denk ik. Mmm. Mmm. Ook sojabonen. Mmm. Ja. Mmm. Hier hou ik wel van. Echt een soort pokeball wrap. Ja. Mmm. Maar niet normaal lekker. Ja. Echt een hele frisse wrap. Wow. Heel fris. Maar heel lekker. Mm. Die wrap is echt lekker. Maakt geld gelukkig. Geen dilemma, wel een moeilijk punt altijd. Mm. Ik denk dat geld je wel gelukkig maakt. Ja, in ieder geval. Het kan geluk opbrengen, maar ja. Als jij je gewoon kut voelt, dan ga je door geld niet gelukkiger voelen, denk ik. Geld maakt vooral meer makkelijk of zo. Ja. Je kan meer. Je kan jezelf meer geluk geven. Nou ja, het is moeilijk uit te leggen, want al heb je helemaal geen geld. Ik kan ook heel gelukkig zijn. Ik kan ook heel gelukkig zijn, maar ook echt diep in de put halen, omdat ik geen geld heb. Mm. En je hebt geen geldzorgen. Nee. Dus je kan het heel kut voelen van, oh, ik heb echt geen geld en dan moet ik dit om ook niet komen. De rijkste te zijn. Mm. Ik ben dan blij als ik straks gewoon kinderen heb die kan onderhouden, naar school kan brengen, ja. Kleding kan geven en dat gewoon een normaal huis. Ja. Maar ik hoef niet het meeste geld te hebben en in een dik huis zitten en ongelukkig zijn. Nee. Zeg maar, het ligt echt aan de situatie. Ik denk dat het echt wel meespeelt met geluk. Ik bedoel, als je gewoon makkelijk geld hebt, dan heb je geen geldzorgen, je kan gewoon leuke dingen doen. Maar het is niet als je veel geld hebt, ben je gelukkig. Nee. Dat zeker niet. Nee. Maar ja. Ik vind het wel belangrijk. Ik ook. Om gewoon genoeg geld te hebben. Ik ook. Dat vind ik ook belangrijk. Mm. Het blijft echt warm, hè, dat ding. Ja. Oh, ik zit helemaal onder de saus. Echt? Hoe kan dat nou? Ja, ik ben gewoon lomp. Dit is zo. Mm. 1 jaar zonder telefoon of 1 jaar zonder seks? 1 jaar. Mm. 1 jaar zonder seks dan. Ja? Een drinkje, ja. Nee. Maar ik zou het eigenlijk wel ook wel weer lekker vinden, 1 jaar geen telefoon. Ja. Dat wel. Maar, aan de kant, op mijn werk. Mhm. Dus ja, dan maar even 1 jaar nu misschien niet. Ja. Kut, maar ja, ik kan daarna toch weer je hele leven. Daarom. Ja. Ik denk dat genoeg mensen dat hebben, hoor. Hm? Ik denk dat genoeg mensen dat hebben. Wat? 1 jaar geen seks. Nou. Daarom. Daarom. Maar als je een vriendje hebt. Nou, dan is het wel kut. Ja. Want dan kom je echt elke keer in die verleiding. Ja. 5 jaar terug in de tijd of 5 jaar vooruit? 5 jaar terug. Ik denk ook 5 jaar terug. Vooruit, dat maak je toch nog wel mee. Terug, ja, dat ga je nooit meer meemaken. Ik wil gewoon weer even lekker die 15-jarige... Gewoon no stress. Stress, gewoon fuck the shit. Ja. Ja. Toen waren 14, 15. Ja. Maar... Toen voelde ik me ook niet heel chill of zo. Nee. Toen voelde ik me ook echt kut. Ik ook, heel erg. Echt. Heel onzeker. Ja. En oh... No. Ik voel me zo kut. Maar ja, soms wel gewoon, misschien met deze wijsheid en dan die leeftijd. Ja. Dan is het chill. Die wrap is echt goeie, man. Ja, die is echt top. Oh no. Oh no. Alleen alles valt wel heel erg uit. Mm-hmm. Echt lekker fris naast zo'n bak noedels. Ja, heel lekker fris. Oh nee, want ik eet weer zo snel. Of van nu de rest van je leven doorbrengen als jongen of opnieuw beginnen als baby? Ik denk als jongen. Ik wil een jongen zijn. Zo chill leven. Je hebt gewoon zo'n chill leven. Als het een jongen doet, het boeit niemand of zo. Nee. Niemand boeit het.
Je hebt volgens mij echt van die huilbuien of zo. Dat je echt heel kut voelt. Ja, natuurlijk, er zijn jongens die dat ook hebben, maar vrouwen zijn over het algemeen veel emotioneler. Mm-hmm. Jongens hebben gewoon een vaste vriendengroep en zo. Ja, dat is echt zo. Zij heeft altijd een man veel makkelijker door het leven gehad zo. Ja, die hebben gewoon zijn. Misschien is dat niet zo hoor, maar dat lijkt zo. Het lijkt zo. Zo onzeker of ben ik. Of ze praten gewoon niet. Dat is ook zo. Ze praten gewoon heel veel. Ze laat gewoon niet zien. Mm-hmm. Inderdaad. Maar wat zou je doen? Als baby of als jongen verder? Baby moet wel weer helemaal opnieuw beginnen. Ja, dat is wel leuk. Nou. Ik vraag me af met het hoofd dat ik nu heb, in mijn hoofd, ja, hoe ik nu ben als gedachte, hoe ik nu denk dat en dan opnieuw mijn leven mag doen. Hoe het dan zou doen. Kun je alles bewuster meemaken. Nou, dan zou ik echt heel veel dingen niet gedaan hebben. Maar aan de andere kant ben ik ook wel weer blij dat ik die dingen gedaan heb, want daar heb ik weer geleerd van. Ja. Deze hadden we gisteren ook op mijn Instagram verhaal gezien. Nooit meer zoenen of nooit meer knuffelen. Oh ja. Dan had ik nooit meer zoenen. Ik ben knuffelen zo lekker, gewoon in iemands armen liggen en zo lekker. Kijk, zoenen ook echt. Ja, maar later, in je relatie, ga je meer knuffelen dan alleen maar lopen bekken. Mm-hmm. Als je dan seks hebt, dan zoen je wel, maar het hoeft meer knuffelen dan, denk ik. Ja. En ook gewoon met vriendinnen, weet je toch ook best een knuffel of zo? Ja, ga je meteen het lopen aflemmen? Nee. Mag wel. Mag wel. Nee. Ik ga sowieso weer haat krijgen. Hoezo? Ja, omdat ik te veel eet. Nee, je hebt nooit meer haat juist. Nou, af en toe. Of altijd jaloers zijn en je vriend vindt het niet erg. Of niet jaloers zijn, maar dat je vriend verliest. Wat? Wacht. Of je bent altijd jaloers, maar je vriend vindt dat niet erg. Ja. Of je bent helemaal niet jaloers, maar je verliest dan je vriend. Nou, dan jaloers zijn, dat ben ik toch al. Ja. Dat vind ik niet erg. Heel chill. Ja. Alleen maar top, inderdaad. Win-win situatie. Ja. Mag ik lekker jaloers doen. En hem boeit het dan geen scheid. Ja. Nou, dat is perfect. Terwijl ik wel merk dat ik wel minder jaloers ben als eerder, als vroeger. Ja, maar dat... Maar dan ben je nog veel onzekerder en ben je veel jonger. Snap je niet helemaal hoe alles werkt. Hoe kan je makkelijk afkomen van iemand die is overleden qua verdriet? Nou, ik heb daar niet heel erg veel ervaring mee. Nee. Ik denk dat je er nooit echt overheen komt. Dus er blijft altijd van dat je diegene zo mist of dat je aan diegene denkt. Maar ik denk gewoon, je moet maar proberen, de tijd zal leren. Ja, je moet ook proberen te... Ik kan misschien makkelijk praten hoor, maar echt het een plekje te kunnen geven. Mm-hmm. Een soort van accepteren is sowieso in deze leeftijd heel moeilijk. Ik denk dat je het nooit zou accepteren. Nou ja, je, op een gegeven moment, als je echt verder wil met je leven, moet je sommige dingen accepteren. Ja. En hoe het ook verschrikkelijk is. Het is. Ja. Stel, mijn moeder zou nu overlijden. Ik zou het niet kunnen accepteren dat mijn moeder dan dood is. Maar je moet door met het leven. Ja, het leven gaat door. Ja, dus je moet het zien te accepteren. Aan plekken kunnen geven. Ik zou het niet echt heel goed weten, maar... Ja, ik denk dat het echt tijd is. Omdat het altijd een moeilijk punt blijft. Dat is altijd. Ja. Maar ik denk dat het ook heel goed is om erover te praten. Wel. Praten, ja. Met je moeder, nou, ik weet niet wie er overleden is, maar met iemand die dichtbij je staat. Die je vertrouwt. Ik denk dat het heel belangrijk is. Mm, die werkt ook zo goed. Ja, die werkt dus goed, hè. Nooit meer kaas of nooit meer chocola. Nooit meer chocola. Mhm. Ik ben toch niet zo'n heel erg chocola-eter. Mm. Toch niet. Eén blokje is lekker, maar dan ben ik misselijk. Ik ook. Ik snap niet hoe mensen een hele reep chocola gaan. Bah. Heel vies. Ik hou er helemaal niet zo erg van. Het enige wat ik echt lekker vind is bijvoorbeeld M&M's of Maltese. Ja, maar dan kan ik ook niet veel eten. Nee. Maar echt een reep chocola daar... Ja. Nee, maar dan liever kaas. Want dan kan je lekker tosti in de pizza en kaassoufflé en... Mm-hmm. Taco's met kaas. Hoe? Zo, Isabel zit weer helemaal vol. Ja. Ik eet te snel. Irritant is dat voor de mukbang. Hoezo? Nou, hij is alweer leeg, sorry, camera. Ik heb er nog wat. Ik heb het gevoel als ik heel lang achter elkaar film, dan gaat hij leeg of zo. Ja? Gedachten van anderen kunnen lezen of in de toekomst kunnen kijken. Gedachten van anderen. Ik zou niet eens in de toekomst willen kijken. Wat wil je? Dan word je helemaal gek.
Nee, ik denk ook iemands gedachten lezen. Want ik wil gewoon weten wat iemand denkt over mij. Of wat ze denken. Ja. De toekomst, ik wil de toekomst niet eens weten. Stel je weet dat iemand doodgaat of dat, ja, dat er iets gebeurt. Dat je zwaar van wordt. Ja, dat wil je niet weten. Maar aan de ene kant weet je dan wel dat je erop moet voorbereiden. Maar je wilt het niet weten, je weet dat het gaat gebeuren. Nee. Maar lijkt het zo chill om mensen gedachten kunnen lezen? Ja, lijkt me ook heel chill. Het is echt chill hoor. Niemand kan ooit meer tegen je liegen. Nooit. Nooit kan iemand tegen je liegen. En dan kan je zeggen van, als je geen liegt, zeg je van ja, maar ik kan je gedachten. Ja. Ik weet. Dan weet ik het zo is, dan kan je makkelijk iemand van je af. Ja. Je weet meteen welke personen echt zijn. Ja, je weet echt wanneer iemand echt is. Je hebt daar heel veel aan, denk ik. Ja. Oh, ik zou het willen, man. Zo doet me aan zo'n tv-programma. Dat je dingen moet raden. En dan kan je bijvoorbeeld de gedachte lezen van de presentator van welk antwoord het is. Ja. Ja, inderdaad. Hoe heet dat miljoenenjacht of zo. Ja, dat je weet wat, wat er, want het meisje... Nee. Die leest het toch wel, oh nee. Mm. Met zo'n quiz, weet je wel, dat je vragen moet beantwoorden. Ja. Slimste mens of zo. Ja. Want die presentator kijkt natuurlijk naar een antwoord. Die weet antwoorden. Ja. Heerlijk. Lekker gegeten. Voor mijn gevoel hebben we het echt weer binnen 1 minuut opgegeten. Ja. Maar het was wel lekker en een soort van semi-gezond. Ja, gezonder dan McDonald's. Ja. Of het is in ons hoofd. Ja, we weten natuurlijk niet hoe. In ieder geval, die wrap zag er wel echt gezond uit. Ja, er zit daar alleen maar groente in. Ja, en het was sesamsaus. Dus dat is ook niet echt vettige saus. En dit, ja, alleen die noedels zijn slecht. En die saus ook, maar voor de rest er wel groente in. Nou, vonden jullie die video leuk? Vergeet dan zeker niet een blauw duimpje omhoog te geven. Vergeet ook niet om mijn kanaal te abonneren. Ook Isabel heeft het kanaal. Ja. Vergeet zeker niet te abonneren. En ons volgen op Instagram. Nou, laat weten wat jullie van de video vonden. Vind je het leuker als we vaker dit soort mukbangs doen? Want anders hebben we altijd sushi. Ja, gewoon McDonald's. Ja, ander eten. Ja. Laat weten in de comments ook. Ja, of vonden jullie dit leuk om te zien? Ja. We kunnen het natuurlijk vaker doen. We kunnen ook een keer Pokeball halen of iets. Dus ja, let us know. Dan heel erg bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei. Doeg.